Oh, de shame. Nou, daar gaan we. Op deze manier moet woonbootbewoner Wieger Buurma zijn hond nu van de dijk naar de woonboot brengen. Dode vis, ook lekker hè hier. Ja, die is verdronken. De reden, de steiger die naar meerdere woonboten aan de Zuidereidijk leidt, staat door de vele regen en wind tientallen centimeters onder water. We hebben heel goed contact, superleuke buren hier, dus we letten allemaal op elkaar. De meneer die aan die kant woont, die kan echt zijn boot niet uit, die is heel slecht ter been. Dus we doen even boodschappen voor hem en we zorgen dat het... We zorgen wel een beetje voor elkaar. Nou, dit is de boot van buurvrouw Pauline. Zoals je ziet is de steiger verdwenen, dus zij moet hier lopen. En dan hier ergens de bocht maken. En dan hier ergens aan boord klimmen. De steiger is van de gemeente en de rechter bepaalde vorig jaar dat die haast moet maken met de aanleg van een nieuwe steiger, inclusief riolering. Dit is gas en water, dus dit heb ik allemaal losgemaakt, zit normaal vast. Er is een termijn van 4 maanden na het afgeven van de vergunning gegeven. Probleem is alleen dat die vergunning er nog steeds niet is. We hebben ieder jaar wel een keer hoogwater en het hoge water wordt ieder jaar erger. Dus die steiger moet gewoon ongeveer op deze hoogte komen. De gemeente weigert het gewoon aan te leggen en nu hebben we het, is het even extreem. De jackpot. Ja, precies. De woonbootbewoners verwachten dat het water de komende dagen hoog blijft staan. Ze houden er dan ook rekening mee dat de situatie verslechtert en dat dat ook gevolgen heeft voor hun eigen woonboten. In het algemeen vind ik het allemaal wel avontuurlijk en leuk, maar deze keer gaat het mij een klein beetje te ver. In de zin van dat als die wel loskomt, er geen houden aan is. Die boot weegt 96 ton. Die hou je niet tegen als die gaat. Je woont op een woonboot, dus je bent gewoon wat dichter bij de natuur. Dus we vinden het ook allemaal helemaal niet erg. Het hoort er ook gewoon bij. Alleen, ja, het is vooral gewoon zo jammer dat we jaren al weten dat het gaat gebeuren. En dat er dan niks aan gedaan wordt. Dat is eigenlijk het vervelende.